Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een onderwater vuurwerk maken. En wat hebben we daarvoor nodig? Dat ga ik jullie nu laten zien. We hebben een glazen pot nodig, of een vaas. We hebben voedingskleurstof nodig, water en ook olie. Eerst ga je je pot of vaas met water vullen. Het is dus heel belangrijk dat je pot of vaas doorzichtig is, want je wilt natuurlijk je vuurwerk wel kunnen zien. Dan doe je er wat olie bij. En die olie die gaat op de oppervlakte blijven drijven, want de olie mengt niet met water. De olielaag moet zo'n 1 tot 2 centimeter dik zijn. Mijn voedingskleurstof had de structuur van gel, dus ik heb er wat water bij gedaan. Maar je hebt ook voedingskleurstof die van zichzelf helemaal vloeibaar is. En ik ga dit pipet gebruiken om mijn voedingskleurstof bij het water te doen. Ik zet een wit blad achter mijn pot, want anders ga je niet zo goed kunnen zien wat er gebeurt. Ik begin met de groene kleurstof. Ik doe een paar drupjes in de pot. Dan ga ik verder met rood. En nu nog blauw. En nu zie je deze kleuren heel mooi in het water zweven. Het lijkt wel een beetje op kwallen. En je doet de olie erbij, zodat de kleurstof er langzaam door kan dringen. En dan krijg je zo'n heel mooi effect. De kleuren hebben zich intussen vermengd. Maar je kan dus nieuw water nemen, nieuwe olie, en dan kan je opnieuw beginnen. De olielaag ziet er ook heel grappig uit. Want daar zie je de druppeltjes nog. De druppeltjes voedingskleurstof. Het lijkt wel wat op viseitjes. Veel zie je nu niet meer, dus ik heb mijn witte blad weggehaald. Maar misschien willen jullie ook wel spelen met deze kleuren. Ik vond het heel erg fijn. Je moet natuurlijk niet deze kleuren gebruiken. Je kan eender welke kleur gebruiken, zolang je de voedingskleurstof maar hebt. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Geef me een thumbs up. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal natuurlijk. Tot volgende keer!